Mijn naam is Floor Vermeulen en ik ben kandidaat voor de VVD voor het Europees Parlement. Ik ben vandaag op bezoek bij Wesseling Transport, een van de bedrijven in de logistiek in Nederland die heel veel te maken hebben met Europese regelgeving, omdat ze ook in andere Europese landen transporteren. En ik spreek straks met Marcel Wesseling, de directeur-eigenaar van dit bedrijf, over waar hij in Europa tegenaan loopt. Ja, goeiedag, dank dat ik hier te gast mag zijn. Kun je misschien aangeven wat jullie doen als bedrijf en waar we hier staan? Nou, we zijn in Sassenheim. Mijn naam is Marcel Wesseling. Ik ben directeur-eigenaar van dit bedrijf. We zijn een transportbedrijf. Wij doen fijnmaasdistributie binnen de Benelux, transport en warehousing. En we zijn nu in een van onze locaties in Sassenheim waar wij opslag van producten van onze klanten doen. En jullie doen veel aan transport ook in Europa, in de Benelux onder andere. Waar lopen jullie nou tegenaan qua Europese regelgeving dat nog beter kan of anders kan? Een van de wat grotere problemen waar wij tegenaan lopen is het vervoer met een LZV, de lange zware voertuigen. Als wij die in willen zetten, dan zijn we daar redelijk beperkt in Nederland. Wij mogen bijvoorbeeld tot de grens rijden, maar niet de grens in Duitsland of in België over. Terwijl we daar toch genoeg goederen voor hebben om daar wel optimaal gebruik van te maken. En daarnaast mogen wij geen gevaarlijke stoffen vervoeren met die LZV's. En dat beperkt ons absoluut. Het is jammer, want uiteindelijk kunnen wij daarmee zeg maar, efficiënter werken en ook een stukje milieu ontlasten. Nou, dank voor dat voorbeeld, want dat is een heel belangrijk punt waar wij als VVD ook mee aan de slag kunnen in het Europees Parlement. Ik denk dat als er nou zo'n innovatie is waar Nederlandse bedrijven in voorop lopen, zoals die extra lange en zware vrachtwagens, dat die ook in heel Europa moeten kunnen rijden en ook in heel Europa dezelfde dingen moeten mogen transporteren eigenlijk. Dus dat is iets waar wij zeker voor gaan proberen te zorgen, zodat het Nederlands bedrijfsleven daar ook voordeel van heeft. En dat levert uiteindelijk weer Nederlandse banen op. Dus dank voor dat voorbeeld en daar gaan we zeker ons best voor doen. Nou, dat zou geweldig zijn. Dankjewel. Graag gedaan. De VVD kiest voor Nederland en voor banen. Stem daarom op 22 mei VVD.